Hoi, mijn naam is Martin en in deze video geef ik je een korte uitleg over de V-methode. De V-methode is een denkmodel, het is een onderzoeksmodel. V staat voor fysiek, emotie, energie, mentaal. Het zijn de vier pijlers van het zijn of ons zijn. Op het moment dat je op die vier niveaus gaat kijken naar bijvoorbeeld een persoon, een gezondheidsklacht, een idee, een organisatie, naar jezelf, naar anderen, dan kan je op een snellere en effectievere manier handelen, omdat je een totaal plaatje hebt en je ziet vaak sneller waar de oorzaak van het probleem ligt. Dat kan ik het best uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Voorbeeld 1. Als we kijken naar klachten die we kunnen ervaren in het lichaam. Fysiek zou dat kunnen zijn hoofdpijn. Emotioneel zou kunnen zijn angst, boosheid. Energetisch zou kunnen zijn, ja, het floot niet lekker, want je hebt een baan waar je eigenlijk bij uitgekeken bent. En het laatste, het mentale stuk is chaos in je hoofd, wat in je hoofd, niet kunnen concentreren, beren op de weg. Vier levels zijn dat. Waar kunnen we die nog meer op toepassen? Nou, laat ik het eerst anders doen. Stel je voor, die fysieke klacht, hoofdpijn, die kunnen we uitdiepen. De klacht in mijn hoofd is pijnlijk, fysiek, kan een fysieke oorzaak hebben. Te weinig vocht in mijn lichaam, scheefstand in de nek. Een emotionele oorzaak zou kunnen zijn dat ik angst heb, stress heb, zenuwen om een deadline, dat ik dat niet ga halen. Dat ik daar spanningshoofdpijn van krijg. Dat is eigenlijk ook gelinkt aan het mentale stuk. Want op het moment dat ik bang ben dat ik een deadline niet haal, dan ga ik daarover piekeren of malen of kan ik dat niet uit mijn hoofd zetten. En energetisch gezien, hetzelfde voorbeeld eigenlijk als daarnet, zou ik hoofdpijn kunnen krijgen van mijn werk, waar ik eigenlijk gewoon helemaal geen zin meer in heb. En bij wijze van spreken op leeglopen. Ander voorbeeld. Een idee. Stel je voor, ik ben meubelmaker en ergens zomaar op een moment van de dag ineens een idee, een ingeving, een creatieve inval waar ideeën ook vandaan mogen komen. Dat is een energetisch ding. En ik zie een eethoek voor me. Nou, op het moment dat zaadje in mijn hoofd komt, dan wordt dat direct gekoppeld aan het denken, aan het mentale. Want ik zie het voor me. Ik heb misschien al bij wijze van spreken een klein plannetje hoe ik dat ga doen. Daar komt ook een emotie bij. Want het doet iets met me. Ik word er of blij van, of het heeft een bepaalde sfeer als ik die tafel en die stoelen zou willen gaan maken. Het is op dat moment allemaal nog in mijn hoofd of in mijn lijf, of waar het dan ook zit. Het wordt een stuk fysieker op het moment dat ik bij wijze van spreken die stoel uit ga tekenen. En het wordt echt fysiek, het wordt echt tastbaar op het moment dat de meubelen gemaakt zijn. Een heel creatief proces doorloopt ook de FAME-methode. Een team, laten we uitgaan van een voetbalteam. Fysiek, de spelers, de voeding, de accommodatie, de trainingsoutfit. Emotie bij de spelers. Kan zijn het vertrouwen dat je gaat winnen. Dat kan ook zijn angst voor de tegenstander. Mentale aspect. Nadenken over de tegenstander. Tactiek. Energetische. Dat is vaak toch een beetje dat ongrijpbare. Het sausje over alles heen. Het energetische stuk is de teamspirit. Maar ook een vol stadion. Hoe voelt dat? Voelt dat als kracht? Dat je in het stadion toe loopt en denkt van: we gaan winnen, of je loopt naar het stadion toe en je voelt al een bepaalde angst hangen. Nou, dat zijn allemaal manieren om de FAME-methode toe te passen. Ik werk daar in mijn praktijk bijna altijd mee. Ik pas het toe in mijn dagelijks leven, op mezelf, op dingen die ik wil gaan opstarten, op mijn gezin. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Bedankt voor het kijken.